denk eerst en vooral als je gaat kijken naar zijn cijfers, dat spreekt al voor zich. Als iemand, al is het dan misschien maar de Albanese competitie, maar 27 doelpunten maakt op een seizoen, dan heb je toch veel kwaliteiten, denk ik. Ten tweede is ook iemand die toch snel is. Hij is groot, dus met het kop, ballen met de kop is hij ook sterk. En wat hij vooral ook heeft, en dat is zeker en vast een groot pluspunt, hij kan ook een vrijschop binnentrappen. En de wedstrijd die wij hebben gaan zien, samen met Gert dan, een drietal weken geleden, topwedstrijd, Skanderbeu-Kuksesjoe, dus de ploeg waar hij van komt, 0-0. En ik denk 10 minuten voor het einde, vrijschop, 5 meter buiten de 16. En hij plaatst hem mooi binnen. Mr. Bros en coach komen in Tirana en speak with me en stay. En voor this I decide to say yes. Yesterday I have a test and medical test, very good. And today talk with president and the contract, sign the contract. Ik heb ooit bij Club Brugge heb ik zo'n spits gehad, Stanić. En het was een beetje dat type. Iemand die niet super snel is, maar toch snel. En die een ongelofelijke neus heeft voor doelpunten maken. Met een ongelofelijke mentaliteit op het veld. Want dat zie je dus ook aan hem. Het is een winnaar. En laat ons hopen dat Goeree dezelfde weg opgaat van toen der tijd Stanić.